Het is fantastisch om te zien hoe het script wat wij samen hebben gepleegd, hoe dat nu tot leven komt. Maar natuurlijk met grote dank aan die fantastische cast, die eigenlijk van elke seconde van het repetitieproces een waar feest maakt. Ja, ik mag elke week zo'n paar keer komen kijken en je ziet dat elke week groeien. En het is echt een verhaal met een lach en een traan. Het is, we hebben op plat gelegen van het lachen en er zijn ook al tranen gevallen. En het is geweldig om dat te mogen maken met de Frank. Het is geweldig dan om te zien hoe de Frank verder met dat script live aan de slag gaat in de studio met die acteurs. En dat die woorden, zoals dat hem daarnet ook zei, beginnen te leven. Ja, daar had ik als kindje nooit van durven dromen toen ik naar Kildersiep zag dat uiteindelijk die acteur de Gaston ging spelen. Is heel plezant. Ja, het is absoluut niet de bedoeling om een soort imitatiewedstrijd te houden of een replica te maken van wat de mensen van Gaston en Leo al gezien hebben. Hè. Dus we gaan niet de sketchen naspelen. Wil dat zeggen dat je in de zaal nooit het sketchgevoel gaat of dat je dat gaat moeten missen? Nee, integendeel. Elke scène voelt eigenlijk wel aan als een soort sketch, omdat het onvermijdelijk is met die twee mannen. Maar we kijken natuurlijk vooral in de backstage, in het leven van die twee mannen. Dus je leert veel meer van die mannen kennen dan we gewoon zijn van op de scène, omdat we in de huiskamer zo kijken. We zien een relatie tot elkaar, een relatie ten opzichte van hun vrouwen. Dus ja, de mens, de ziel komt veel meer aan bod. Hè. Het mooie is ook dat we visueel zien we via de kostuums de jaren 60, 70, 80 tot met 90 voorbij komen. Maar ook door de muziek, want we hebben echt gekozen om echt de oorspronkelijke liedjes uit die tijdskaders te pakken. En het frappante is dat je dan echt verborgen juweeltjes tegenkomt. Ja, moeten zeker. Hij mag niet vals bescheiden doen. Dat is echt zijn grote verdienste van Kobe. Hij heeft nummers uitgekozen die ik eerlijk gezegd ook nooit had gehoord. Maar die zo dat tijdskader waarin die voorstelling zich afspeelt, weerspiegelt op een fantastische, charmante manier. Dat is helemaal zijn verdienste. Ja, ik weet dat de première, dat er bij u altijd een moeilijke is. Jij zit nooit in de zaal, hè? Dus ik denk dat wij samen in de foyer zullen zitten en dan hoorde alles, hoorde elke lach en elke snik. Ja, de ontlading gaat komen, denk ik, op het einde bij het groeten, bij de laatste minuten van de voorstelling die zo'n mooi eerbetoon vormen. Ik denk dat het daar gaat zitten. En voor mij zal het in elk geval zitten als ik mag vaststellen dat de lachende traan die we zo beoogd hebben, in elke fase van dit proces, vanaf het schrijven van het script tot en met de première, als die zijn overgekomen, die lach en die traan, dan zal ik een heel content mens zijn. Ja, en vooral als daarna de dokters naar ons komen en heel blij zijn met het resultaat. Absoluut. En dan gaan we hopelijk nog altijd afkloppen vanuit dat wat niet onbelangrijk is. Ja.